Tja, gang en welkom weer terug bij een nieuwe Let's Go Gaming videootje waarin wij een lekker quizje gaan doen, een logquiz. Vandaag staat in het thema eigenlijk oude logvideo's. Ja. En we gaan met Rudy zoenen en daarna gaan we alle 10 video's op volgorde leggen. Wij moeten dus ranken van deze 10 video's welke de meeste views heeft. Ja. Tot degene met de minste views op Legend of Gaming. Ik zal altijd op met een Tosti, een Red Bull en een logvideo. Lekker man. Dat is een gezonde combinatie ook. Speel lekker mee thuis! Ja, speel mee. Maak je die eigen lijstje in de comments. Yes. Ik hou me krampachtig vast aan het mandje waar ik doorheen ga vallen nu. Want ik heb niet gek veel logvideo's gezien. Dus zullen we beginnen bij één? Appeltje-aatje. Ja, appeltje-aatje. Even één checken. Hallo allemaal, mijn naam is Don. Dit is Jeremy. En welkom bij Legend. Ja, Don zit erin bovenaan. Leg maar neer. Waarin wij Legend gezocht, de audities. De allereerste. Het is altijd bij de audities, als je de eerste hebt, is altijd veel. Ja, maar deze serie werd echt heel goed bekeken. Nou, kijk naar mijn kanaal. Ja, die is echt stodend. Oké, Legends gezochte audities, nummer 1. De eerste, hè? Die had volgens mij ook wel, die had wel de veel meeste, views, of in ieder geval. Van het spel maken dan dit. Oké, maar het is de eerste logcave. Ja. Legends gezocht, sorry. Ja, eerste Legends gezocht. Dit is met Puck. Maar je moet ook even goed nadenken over wie stond er in de thumbnail van deze video. Ik denk volgens mij de eerste heeft het volgens mij het beste gedaan. Ja, volgens mij rond de 400k. Kasper zat erin, die is een legend geworden. Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Het heeft helemaal geen idee. Ja, maar misschien later, weet je, als hij ineens, oh Kasper is het geworden, laat ik de audities terugkijken. Mm. Weet je wel? Ik, in mij zit iets van 4. Ik denk iets van 6. Ik dacht 4. Maar dat is echt al de hele tijd terug dat ik dat gezien heb, hè? Dus ik kan best dat het inmiddels alweer 5 of 6. Ik denk dat hij rond 4 is. Ja. Eerste aflevering, een succesvolle serie. Deze is het hoog. Ja, maar ik weet niet of het de beste was. Nou, in ieder geval, we leggen maar even neer. Maar sowieso, de eerste wordt altijd meer bekeken. De rest is volgens mij 200.000, 300.000. Ik denk iets meer. Ik wil wat meer. Maar goed. Oké. Okay. Tweede video. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Oh, seizoen 1. Ja. Zo, meer was je vet jong. Wat ben je hier? 35? Wat vet. Kimpy Party. Ja, dit is de Kimpy Party aflevering. Deze moet een miljoen views hebben. Deze is zo veel bekeken. Ja, deze is veel bekeken, ja. Want hier kwam die meme Kimpy Party vandaan. Ja, joh. Deze heeft meer views dan. Hier was ik nog niet bij. Hier was jou nog niet bij. Toen bestond ik nog ineens. Nee, toen waren we nog niet geboren. Nee. Nee, oké, maar deze heeft wel meer. Deze is sowieso meer. Die staat erboven. Sowieso heeft Legends of Gaming de titel veranderd toen die tijd. Eerst heette die iets anders en nu hebben ze original Kimpy Party van gemaakt. Zo zijn ze al die regie. Ik zie me gewoon ja knikken hoor. Volgens mij is dit een van de meest bekeken Legends of Gaming video's. Ja, omdat hier de grap zeg maar vandaan kwam. En Don, Milan, jij en Ronald zaten erin. Dus dat zijn ook wel interessante. Ik ga hiervoor dat dit is sowieso gewoon een miljoen views. Ja, dat durf ik best wel te zeggen gewoon. Sowieso boven die andere. Ja, maar deze heeft denk ik meer dan een miljoen. Deze is meer dan een miljoen. Zeker waar. Ik denk dat die ook om en bij de 400k zou zitten. Ik denk dat die wel meer dan de audities. Ja, zullen we het meer doen? Ja, laat hem erboven liggen. Oké. Hey mensen van Legends of Gaming! Ben jij klaar voor? Ben ik er klaar voor? De finale van het afgelopen seizoen. Oh, de laatste twee frames. Kijk naar links. Kijk hoe hoog ik op die dozen sta. Kijk waar links zit. Dit was mijn. Dit had ik moeten winnen. Ja. Dan was ik nu een captain geweest dit jaar, oké? Dit is heel gevoelig. Milan, ik ga daar. Oh. Ik win. Ik heb gewonnen. Let's go. Ik hoef heel die video niet meer te kijken, joh. Regie, waarom zie je dit niet uit? Een boost voor zijn ego, joh. Ik denk dat deze wat minder views hebt dan deze. Is dit een personal attack of something? Ja. Volgens mij is het wel de minst bekeken finale van de afgelopen seizoen. Ja, volgens maar mij ik wel. Denk wel dat de finale wel veel bekeken ja, wordt. Ja, zeker veel toch? Bekeken. Maar ik denk niet meer dan deze gezocht eerste auditieronde. Oké. Okay. Die andere die hebben sowieso meer dan een miljoen. Ik denk dat deze er tegenaan tikt. Ja? Ja. Tegen de miljoen aan. Ja, tegen de miljoen aan. Oké, okay, zullen we die voor nu even bovenaan zetten? Ja. Ik denk, al zetten we een beetje timide in, zal hij alsnog boven de rest vallen die we tot nu toe hebben. Oké. Okay. Dan gaan we door naar mijn favoriete video. Hey Link, Fortnite en skydiving. Ik weet precies hoeveel views hij heeft. Ja? Oh ja, we gingen hier skydiven. En Fortnite spelen, maar het ging natuurlijk om het skydiving. Ja. Dat was natuurlijk het leukste. Oh my god, hoe vet is dit? Dit was zo gaaf als dit. Ja, nee, deze had wel veel views, maar ik weet niet hoeveel. Ik weet wel dat het de meest bekeken hard mode is. Ik weet niet of ik dit eigenlijk mag vertellen, maar oorspronkelijk was ik ingepland voor deze dag. Maar volgens mij had ik toen al iets.
Dit is zo'n mooie video. Deze verdient zoveel meer views. Dit was zo vet. Kunnen we niet gewoon in deze aflevering nog een keer, Richie? Ja, we gaan gewoon nu. Gewoon nu, met de laptop. Thanks, Arfi, we zijn er. Oh shit, we vliegen, man. Het wordt heel lastig zonder greenscreen. Ja, dit was ook inderdaad zo'n tussentijdse serie die we tijdens seizoen 3 eruit gooiden. Was hij meer dan Les het gezocht, though? Ik denk het wel. Ja, dit is wel iets wat meer klikwaarde heeft. Ja, omdat, en omdat Fortnite en omdat Skydive en Link en Gear samen. Ja. Ik schat dit rond de 200k. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat deze inderdaad onderaan het ritje staat. Ja. Maar dat is denk ik wel één van mijn lievelingsvideo's. Omdat er ook zo goed vet bij zit. Wat je ook zei, met dat nieuwe kijkers kunnen instappen. Dit is wel iets waar hoef je niet veel voor te volgen, toch? Mm. Maar ik kan het hier echt twijfel ik over. Zitten. Ik leg die even daarnaast. Ja, we leggen ze naast elkaar. Ja. Dan gaan we zien, dit is echt de meest bekeken video ooit. 30 miljoen. Oh, dat zou toch wat zijn. Dus zeg gewoon, ik heb credit. Zeg, ik heb credit. Oh, hotel! Doekoes maken in Habbo. Dit is een van de meest bekeken video's op blog. Ja? Ja. Oh, het is goed dat jij dat weet. Dit is de meest bekeken van Opa Verteld. Volgens mij ook, ja. Ja. De meest populaire van Opa Verteld. Oh, terwijl van Anna's. Ja, dit is zo stom. Ja, Opa Vertel, doekoes maken in Habbo. Dat was wel een goede video. Ja of nee? Sociale statistics. Zo mooi. Zo'n leuke setting was dat. Hoi pap. Je hoort ook gewoon een regie op de achtergrond. Ja, dit is een van de meest bekeken video's op log. Dan wordt het echt lastig. Ik denk onderaan. Om eerlijk te zijn. Okay, het was wel een goede video, maar... Gewoon een ton tot 2 ton. Ja, zoiets. Ik vind het moeilijk om te schatten qua weergave. Omdat hoe langer zo'n video erop blijft staan, meestal... Hoe meer views. Hoe meer views. Maar je kan ook ineens een piek hebben. Ja, dat is waar. Ik denk dat deze ongeveer van alle dingen die we hebben gehad, ongeveer rond het midden zit. Ik verwacht niet meer dan de Kimpy Party. En misschien ook niet meer dan de... Nou, wel meer dan de eerste auditieronde. Ja? Dus midden in plaatsen we hem eventjes. Welkom bij de live show! Wie is die gast die daar zo te schreeuwen zo hard? Jezus. Het lijkt wel alsof je nog nooit acteerles hebt gehad of zo. Het is de eerste live show, hè? Het is echt heel vet. Oh, wat cool. Volgens mij viel het wel mee hoeveel deze bekend. Volgens mij 200.000 keer of zo. Ik hoor ook zo'n filmpje. Ja, weet je, dit is ook pijnlijk, want die heb ik ook niet gewonnen. We klikken gewoon mij, weet je, boeien. Oh, ik was veel meer skilled dan Don en Enzo, maar ik heb gewoon meer... Abonnees. Ja, dit was zo raar. Oh, maar die kinderen ook. Oh my god, oh wat leuk. Maar dit is altijd mooi om te kijken als je erbij bent geweest, vind ik. Ja, ik was er niet. Oh ja, dat is waar. Dit is voor als je erbij bent geweest. Ik was er niet. Ik was ziek. Ja, dat is ik lag doodziek op bed. Op de bank. Ik zet hem onderaan. Ik zet hem onderaan. Wie was er niet bij? Ja, ik was doodziek. Maar deze is volgens mij wel heel goed bekeken. Want dit was eigenlijk een beetje de samenvatting van het hele live evenement. Maar dit is wel de afterparty. Ja, zo is het betiteld. Ik denk sowieso dat de log live seizoen 2 minder heeft dan 3. Ja. Omdat we bij 3 meer kijkers hadden. Ik denk niet veel. Echter moeten we nooit heel veel bekeken. Nee, want iedereen zit al in het publiek. Ja. Dus dan hoeven ze de video niet te zien. Precies. We hebben al 100.000 man in het publiek. Dus dan hoeft dat was 130 hoor. Maar alles werd uitverkocht. 130.000 man. Ja, zeker al. Zet je hem nou helemaal onderaan? We gaan dadelijk wel schuiven. De volgende. Ja, oké, prima. We gaan naar de volgende. Yo, die mensen, welkom bij Let's Go. Wow, wie is dat? Vandaag zijn met wie is die gast links? Een hele toffe spel spelen. Oh, dat is Michael. Gangbeast. Oh, dat is Michael volgens mij. Oh, Michael. Dat is Michael. Deed hij ook mee? Ja, hij deed mee in seizoen 1. Nee, hij is seizoen 2 ging hij weg. Gangbeast, nog één. Dit is de meest bekeken videoblog. Ik weet het. Ja, dit weet ik. Dit is aflevering 1 van Gangbeast, hè? Ja, dit heeft 2 miljoen weergave. Deze, echt goed gedaan. Ja, de eerste Gangbeast deed het zo goed. Ja? Kijk hem. Oh! Shit, maar nu ga ik wel twijfelen, omdat het is inderdaad de allereerste aflevering. Ja, maar je zei het zo vol. Maar het kan ook een andere Gangbeast aflevering zijn. Ik weet wel dat Gangbeast de meest bekeken video is. Ja? Ja. Het is de allereerste aflevering van Log. Kut, Michael, waarom laat je ons zwijgen? De allereerste aflevering. Is dit de allereerste? Ja. Ja, nee, dit heeft denk ik echt al veel views. Ja. Deze maar bovenaan, maar ik weet niet hoeveel. Gok 2 milli, 2 milli. Ik maak ze dichtbij original Kimpy Pyramid. 1,6, ja, zoiets. Zit ooit. Ja, die zit echt hoog. Dit is een top 3, sowieso. Zat hij boven of onder Kimpy Party? Ik denk boven. Boven Kimpy Party? Boven Kimpy Party en ik denk wel onder de finale. Oké. We hebben echt heel rommelig liggen hier nu. We gaan naar de 8. Soms
heb ik gewoon geen vrienden die online zijn. Oh, hier sprong je op je dak. Heel zwaar mee. Dat weet ik nog wel. Hebben we dat stukje niet gezien? Wat heb je die flikte? Nee. Ik heb geen Jerry. Ouwe. Maar dit was, oh, dit was die trickshot van Enzo. Hij ging hier echt ziek met die car over het dak heen. Let op, dit was zo mooi. Oh, dan ging je op dat dak. Ja, dat loopt niet daarom. Oh, dat is lang geleden. Ik weet niet of dit het moment. Ja, 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 hier dat op. Oh ja, maar dat is de jump in PUBG. Nee! Nee! Op het dak? Ja. Oh my god, dat is... stapt uit. Ja, ja, hij sprong op het dak met een auto. Dat is goed. Hemel. Ja, wat nee, is nee, dit? Ja, ik denk niet dat ik hem wel laag hoor, denk ja, ik. Ja, maar het was wel een mooi moment. Ik denk dat hij 200.000 weergave heeft, 300.000. Het is wel aflevering 2, hè? Is dit goed bekeken? Nee. Nee, het is wel met Enzo. Ik weet, dit fragment kwam in de KPN Topplays. En die was volgens mij wel goed bekeken, maar volgens mij de aflevering zelf niet. Ja. Maar volgens mij is Put niet zo super populair, dus ik plaats hem... Niet zo... Aflevering 1 meestal 400. Nou, denk ik iets meer. Aflevering 2, 200. Nee, denk ik wel iets meer. Denk 300, 400. Maar we gaan door naar de volgende. Ja, dat is goed, joh. Je moet echt op tijd springen. Oh, dit wordt echt moeilijk. Ja, dat klopt. Minecraft parcours race. Oh mijn god. Jullie zien er allemaal zo anders uit. Ja, hè. Ronald tegen... Dom. Ronald! De parcours. Dom is zo veranderd. Ja, echt. Hij is echt gewoon blond geweest en nu niet meer. Ja, de man met meerdere haarkleuren. Oh, ik hoor die Ronald. Lekkere... Kevin MacLeod, gratis muziek. Weet je dat het allemaal geëdit is met de Avid? Leuk hè, RV. Kan je deze video ook editen met Avid? Met wat? Avid is een editprogramma, wat niemand leuk vindt. Oh, ik ken het niet. Wat een droomkozels. Ja, leuk. Ja, oké, okay, maar dit is even gewoon episode 25 Minecraft. Dat gaan we wel. Het is een casual jangeltje. Maar deze video, ik vind het heel moeilijk. Het is aflevering 25. Ik denk dat het wel... paar honderdduizend views heeft, ik denk maar hetzelfde, 200k of zo. Er zitten ook die oude kapseltjes en dat zijn mensen niet meer gewend, dat is het, zeg maar. Ja, dat had ik net ze willen toch een beetje up-to-date. Michael? Michael, ja. Ja. Ja, toen had hij ook nog beugel en zo, toen was het echt een Michael. Nu is het gewoon echt een volwassen Link. Ik vind meer het dan niet pup. Zo interessant. Meer dan maar pup, denk ik. Dat is meer, ja. Want Minecraft was populairder. Ja, PUBG, dat is, valt denk ik niet zo in de smaak of zo nee, bij denk het ook lofpubliek. Niet. Maar toen wel, toen was het heel even populair, daarom speelde het, hè? Hey, alles voor de views! Laatste. Oh god, de ledge. De ledge! Is dit was maar de eerste ledge, volgens mij. Ja, dat is de eerste ledge, want hij heeft geen spikes op zijn schouders. Dus dat was? Duncan, hè? Ja. Shit, sorry, spoiler. Oh nee. Oh, dit was echt zo'n kick. Ik ben er letterlijk, was ik daarbij. En ik kreeg gewoon een steeds kippen wel. Ja, dit was heel sick. Oh mijn god. Nee. The ledge reveal. Ja, deze heeft views. Deze heeft views. Ja, deze heeft denk ik echt heel veel views. Zo'n worstenfestijn staan we tegen elkaar aan te wrijven. Ja, wat goed. Nee, die was zo vet geredit. Oh god, ja, dat was de grote onthulling. Ja, maar we hadden ook nooit verwacht dat hij dat was. En nee, ik denk de kijkers ook allemaal niet. Was zo mooi. Ik denk dat de ledge, dat is wel echt sowieso veel... Ja, veel views hoor, op de ledge. Want dat was iedereen zo wil toch weten ding. Wie die is. Nou goed. Nou hebben we hier een hele waslijst. Ja, zeker. We gaan ze even op een rijtje zetten. Oké, wacht, dus dan hebben we... We hebben bovenaan. Ja. Gangbeast met Enzo, Don, Link en Ronald. Ja. Dan hebben we Original Kimpy Party met Milan, Ronald, Don en Jeremy. Yes. De finale van seizoen 3. We hebben de log review van Duncan. We hebben de doekoes van Habbo met Opa verteld. Log Live After Party 6. Legends gezocht auditieronde 7. Of 7 om jou. 7. Ja. Daarna de Log Live After Party van seizoen 2. Mm-hmm. Doekoes maken in Habbo met Don en Jer op nummer 9. En op nummer 10 PUBG met Enzo, Link, Pascal en Jer. Yes. Ja, ik heb vertrouwen. Je voelt hem ook wel? Die moet er even... Die was echt heel slecht. Ik denk het wel. Toch? Wat twijfel je er echt over? Ik twijfel over deze hele lijst. Zit hem? Ja. Oké. Als we er maar 3 goed hebben, dan kan ik lekker slapen vanavond. Oké. Nou, dan gaan we maar checken of we het goed hebben. Ja, ik heb wel veel vertrouwen in. Kijk even met puppy-ogen naar de regie. Nou, nummer 1. Hadden we het goed. Horen. Original Kimpy Party met Milan, Ronald en Don en Jer. Dat is niet goed. Vind ik heel verdrietig dit. Nee, ik ben er klaar mee. Ik dacht dat ik slim was. Het is niet goed. Nee. Het is niet goed. Je zag al aan zijn mond dat hij een nee aan het vormen was. Dat was ook een soort lach aan het wegslikken. Zag ik heel naar dit weer. Oké. Oké, maar wat staat er onder mijn? Dat is... Gangbeast. Zie je al een tol moet wisselen.
Ja hoor, ik zei het je! Lekker man, maar nou ben ik dus heel erg benieuwd hoeveel views. Hoeveel views? Ja, echt miljoenen views. Ja. Miljoenen! Bijna 2,8. Ja, 2,8 wow, miljoen views. Dat is echt bizar. 2,8 gek. Oh, jullie toen net begonnen, ja. Er was natuurlijk heel veel hype opgebouwd voor heel Legends of Gaming. Iedereen zat die shit te posten, iedereen had zijn trailer geüpload op zijn YouTube kanaal. Ja. Maar dan als we deze twee gewoon omwisselen, dan is het dan ja, waarschijnlijk dan zal je zien. Lijst. De nummer 2 zou dan de finale zeker zijn. Minecraft. Parcours met Tom en Ronald. Die stond ook heel ver onderaan. En die seizoen 1 spullen. Ja, ik denk dat het gewoon komt omdat ze al lang online staan. Ja. Die hadden wij op nummer 7 staan. Dat is echt heel laag. Echt? Nee! Oh my god, die hebben serieus? Minecraft Parcours moet op 2. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Die hebben gewoon op 9. Ja, die hebben gewoon als ene laatste gewoon. Alle magisch. Oké. Okay. Maar dat was natuurlijk de periode. Dat Minecraft zo populair dat Minecraft echt toen deed heel... Enzo nog Minecraft. Ja. Dat waren tijden. En ik ook. Met Kingdom Malino. Bruh. Nou, op nummer 3 hadden wij Fortnite Skydive van Hard Mode. Ja. Ook niet goed. Ja, mijn ego is aan het indeuken hier. Ja, zeer terug. The Ledge Reveal. De Ledge moeten zijn. Zie je, ja. Ja, maar jij zit nu ook. Ja, nee, dit moet zo zijn. Dit moet zo zijn. Ja, maar dat komt omdat ik dat hoor. Oké, maar we hebben in ieder geval één goed. Ja, dat is al iets. Zitten we weer eentje naast, hè? Oh nee, die hadden wij op 4. Stop nou eens even met die dingen omdraaien. Ik krijg een half puntje voor, omdat je bijna dat je ernaast zat. Ja, die hadden wij op 5. Ja. Hoeveel weergave had de Ledge? Bijna 900.000. Allee, jezus. Oké, maar we zaten dus wel goed met dat dit ongeveer 400k is en dat dit daar allemaal boven zit. Ja. Nee. Ja, die hadden we op nummer 2 staan, dus die staat op nummer 3. Oké, goed. Onze nummer 4 is dus de finale van Legends of Gaming. Seizoen 3. Ook fout. God. PUBG. Daar moest PUBG. Wauw, ik ben echt helemaal in de war nu. PUBG. Die hebben ook helemaal je beneden. Oh, die hebben ook helemaal laag. Oh, dat zijn wij slecht hier. Ja, ik kom op video's met Enzo en Enzo is echt leuk. Het verbaast me gewoon dat die non-special, gewoon casual afleveringen van middenseizoen gewoon zo goed presteren af en toe. Ja. Hoeveel weergave had die? Die zit dan al rond de 800 nog iets. 800 ruim, ja, 800.000. Oké, waarom proberen we het nog? Dit is helemaal... Nee, dat is rigged. Dat is rigged. Waarom zit Pascal van Rigged er niet tussen? Nou ja, de volgende zou dan zijn de Legends gezocht, de eerste auditie. Ja. Ook fout. zullen we één goed hebben, Rudy? Het is best wel terug, dit. Log Live After Party. Dichtbij. Ja. Die hadden wij op 6. Okay. Log Live After Party. Ja, die hadden we daarna. Ik vraag me af of nog één goed is. Maar dit komt natuurlijk omdat mensen het hebben gemist en dan denken... Daar wil ik bij zijn. Was ik er nou maar bij? We zitten er net één daarnaast. Ja, we zitten er net één daarnaast. Okay. Ja. Nou, op nummer 6 hadden wij Log Live. Wat is dat? Oh, weet je nog, Kimpy Party. Oh, die hebben we veel te hoog ingezet, joh. Ja. Ruim 640.000. Dat is wel veel. Dat is wel goed. Dat is wel goed meme-waarde. Ja. Miljoenen views, ja. Ben ik zeker. Als we alles goed hadden gelegd, hadden we meer kans gehad. Als we alles goed hadden gelegd, waren we gewoon heel cool geweest. Ja. Zijn we niet. Legend gezocht hadden wij op nummer 7. Die is ook niet goed. Oh, come on! Dat was onze basis! Dat was de basis! Dat is de finale van Legend of Gaming. Ah, die hadden we. Ja, die hadden we. Maar iedereen wacht dat ik won. Dus daarom hebben ze gewoon niet gekeken dat ze al hebben gewonnen. Stond niet in de thumbnail, jij met de prijs. Ja, voor mij wel. Dat hebben ze voor mij wel gedaan. Ja, denk het wel. Dat klopt helemaal niet. Dat meen je niet. Dus die onze twee heb je ook al genoemd namelijk. Dus daar klopt helemaal niks meer van. Nee, deze nog niet. Doekoes maken. Ah, ja, we hebben alles fout, joh. We hebben alles fout. Ja. Maar daar zit je zelf in. Hoe heb je zo hoog ingeschat? Ja, omdat ik er zelf in zit. Moet je eens kijken naar de top. De top 4 die wij hadden voorspeld, daar zit ik allemaal in. Nee, oh man. Naar mijn gevoel, hoeveel views had die? Meer dan 400.000. Ja, dat is wel heel veel. Ja, meer dan 400.000. Maar dan is hij waarschijnlijk gewoon daar gebleven. Wat is wel echt een leuk video. Ja, wij hebben gewoon denk ik meer beoordeeld op wat wij leuk vonden. Ik denk het ook wel. Dan wat jullie leuk vonden. Dit is persoonlijk, maar wel mijn lijst, zeg maar. Ja, ook wel mijn beetje. Dat is ook niet waar, die Fortnite Skydive. Ja, nee, oké, het is ook niet waar, want die Log Live, daar was ik niet bij. Dus dat vond ik fantastisch. Legend gezocht auditie. Zo'n laag. Ah, die hadden wij op 7. Maar diegene waar ik in zit is meer bekeken, toch? Ja, die heeft 18 miljoen views, inderdaad. Ja, die zou dus... Ja, die zou... Waarom wordt Legends gezocht daar? Ja, weet dat ik was toch hartstikke leuk?
Ja, blijkbaar niet. Voor mensen gewoon geen reet aan. Die dachten, ja, ik wou gewoon even een half seizoentje, dan weet ik toch wel wie die heeft gewonnen. Nummer 10 hadden we Fortnite Skydive. En die is helemaal goed. Boom! Ik zei het dan! Dat zijn clean sweep! Je clean sweep! Nooit zijn er zoveel goede antwoorden gegeven in een log of gaming. Van de editor weet het geen eens meer. Alleen maar groene vinkjes. Alleen maar vinkjes. Oh, wat goed. Ja, we hebben gewoon geen rekening gehouden met het feit dat die oude seizoen 1 content gewoon zo ontiegelijk hard is gegaan over de tijd heen. Ik had niet verwacht dat iets boven de, of zomaar boven de 1 miljoen views zat. Dat is ook niet zo hoog. Dit verwachtingspatroon wat we hadden neergelegd was wel leuker geweest voor jou. Dit was leuk geweest als het zo was. Ja. Kunnen we een conclusie trekken? Dat alles kut is. We waren hier niet goed in. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze editie van LogQuiz. Wil jij deze quiz nou ook maken? Dat kan volgens mij. En ja, verder, dat kan. Dat kan ook. Op www.lesbegaming.nl. En dan maak je kans op opschrijving. Nou, om VIP-kaartjes te winnen. Voor de Let's of Gaming. Nou, niet de afterparty, maar van seizoen 4. Ja, van de log live, dan moet je natuurlijk aanwezig zijn. Dus wil je VIP-kaarten, speel de quiz op de website. En dan zien we jou misschien wel bij de live shows. Dankjewel voor het kijken. Houdoe. En hierna zegt Rudy doei. Tot de volgende keer. Ja. Yeah. Bye bye.